push their limits. Wij gaan ook een uitnodiging om mee te doen.
microfoon gewisseld. En we kunnen dus weer verder gaan. We zagen de versnelling van Kilo van Mannen, die nu in de afgekoken gaat. Is dat Louis? Ja. Ik is met Prins Bertels op kop van de wedstrijd. Dus nu de andere rennen van Alvia, want zij hier meer uitmaken van de kop van de wedstrijd. Met Robin Bank is het. Van Damme en Baak in de twee lopen op drie ronden van het einde. Thank you.
Nee, niet rond. Ik
En zo maken we ons op, dames en heren, van de laatste wedstrijd van deze namiddag. De laatste wedstrijd met onze 14 junioren. De puntenkoers staat op het programma. 80 ronden om hier om de 10 ronden punten te verdienen. Dat wil zeggen dus 8 spurten. De laatste spurt ook hier komt de punten. Lijkt me logisch. Niet hoeveel. Ik leun erop. Hopen als ze het met twee kunnen houden. Thank you.
64 over, dan gaan we hier. Deze tactisch bekeken worden natuurlijk. De windstranden is nog niet gepakt. Daar gaan ze natuurlijk in wachten, eerst de 5 punten pakken. En dan de windstranden. Hier hebben we dus Giel de Mulder en Wietse Bertels. Positionering in het peloton voor de derde plaats. Het gaat dus tussen de 5 punten. De 5 punten voor Wietse Bertels, 3 voor Giel de Mulder. En de winstverandering op. De winstverandering op voor deze man. Dit is de nieuwe leider. De nieuwe koning van de wedstrijd is Louis Baar. Hier ook op punten toekennen van Babbel en ook nog Sekou. De baan is met de punten weg. Sekou niet. Wat de baan verbeterd is, was 30. Dus de 5 punten. Dat is van tegen 3.0, 2 voor Maak en 1 puntje voor Van Babbel. Maar de 20 extra punten toegekend aan Wietse Bertels komt daarmee aan de leiding. Giel de Mulder komt daarmee op de tweede plaats. Na die move van de Mulder dat Bertels mee heeft toch iets opgebracht. Dit is de man aan de leiding. De brug nummer 26, de Louis Baar. Zit er voor hem ook een winstronde aan te komen. Voor hem. Oh, een winstronde. Winstronde ook voor Louis Baar. Krijgt 20 punten bij, komt op 78. En zo wordt het weer spannend. Louis Baar komt op de voorlopige derde plaats. Komt van de wedstrijd peloton. Hier wordt ook aangeduid. Komt van de wedstrijd. Wietse Bertels. Totale nieuw klassement.
Dat Bartels sterk terug krijgt. Punten. Bartels loopt uit. Uitslag van de beide is punt. Vandaag op het scorebord. Met de beide punten voor Bartels. 3 sector, 2 van Damme, 1 voor Feyenoord. In de tempo-ronde. Op de tand staat op 75, kan op 95 komen. Dat is de derde plaats voor Rotterdam. Bartels reageert uiteraard op die move van Van Damme. Op het dans is van Dion door die tempo. Geweldige tempoverstelling hier van Van Damme. En Bartels moet aan de bak. Met natuurlijk Seyboer als maatje. Dat mag je toch wel stellen. Dat hij wint, zit voor 3 rijden in de wedstrijd. Met voor een aantal tans. Van Damme komt nu bij mij. Sneekelen. Bartels. Sluiten aan. Dat nog niet, maar is de bedoeling. En de bal voor de zesde sport. Op het peloton. En de rest van de deelnemers staat. Hier zijn de punten van Floren Appeltans. Van Damme pakt de 3. Bertels heeft geen punten meer. Seyboer 2 en ook 1 punt voor Lumina. Gezelschap hier van Louis Buijs en ook van Matthias Kofferman. Op 1300 voor de kop van de wedstrijd, voor het achtervolgers trio en ook voor het peloton. Nog 2 punten te gaan. Hier worden 2-1 punt. Pelotom niet in de punten. Pelotom niet in de punten, dus het blijft een verschil van 10. Het blijft een verschil van 10 punten tussen Van Damme en Bartels. 5 punten voor Feyenoord. 3 punten voor Konings. 2 punten voor Olivier. En 1 punt voor Louis Baer. Nummer 90, met Lucas de Meijert. Twee ronden aan het einde, de man voor de 10 punten. Seyboer, Bartels, Feyenoord, controle. Olivier, vooraan. De laatste ronde. Dit zijn de 10 punten. 6 punten straks voor het peloton. 6 punten voor het peloton op te rapen. De spurters mengen zich. Bartels wordt hier de winnaar van het andere. Witse Bartels, de 10 punten voor de Nederlander, voor Lucas de Meijert. 6 punten. Aan de andere.